finale tussen Utrecht en Real Madrid. Een vreselijke overtreding. Een vreselijke overtreding van Schevers. En dat is een vrije trap. En Westerlo is er niet best aan toe. En Schevers gebaard dat hij de bal speelde, maar dat is natuurlijk een klare onzin. Westerlo staat klaar voor de vrije trap. Ebbingse Muur staat ook goed. Dan gaat de vrije trap en die gaat erin! Goal! Koekoek! Goal van Westerlo, Utrecht op 1-0. Wat een feest in dit mooie nog 5 stadion. Minuten. Daar komt Schevers de 16 binnen. Schevers 16 binnen. En Pepe. En is dat een overtreding of is het een zwalbe? Het is een penalty voor Utrecht. Maar ik vraag me af of het een zwalbe is. Of het niet. En dan gaat Pepe nu helemaal los. En dan komt de scheidsrechter bij Pepe zo meteen. En dan gaat Pepe rood krijgen. Een penalty voor Real Madrid. En daar staat hij achter de bal. En Ebbing op doel. En een Panenka. En die gaat erin. 1-1. Real Madrid heeft heel veel geluk. En daar is de bal voor Real. En het is klaar. We gaan, de verlenging zit erop. We gaan penalties nemen. Real Madrid met een penalty. En de goal. Dit kan de gelijkmaker worden voor Utrecht. En er wordt gehouden. Real Madrid voor de 2-0. Goal. 2-0. En nou wordt het moeilijk. Deze moet erin van Utrecht. Anders wordt het wel heel erg moeilijk. En die gaat erin. 2-1. Penalty Real Madrid voor 3-1. Nee! Dit kan de gelijkmaker zijn voor Utrecht en oh, die zit erin. Wat risicovol genomen, maar hij zit. Vierde penalty voor Real en die gaat erin. 3-2. Vierde penalty voor Utrecht. Deze moet erin. En die gaat erin. Mooi ingeschoten. 3-3. Vijfde penalty voor Real Madrid. En Ebbing heeft hem. Ebbing heeft hem. Utrecht op matchpoint. De vijfde penalty voor Utrecht. Deze kan beslissend zijn. Concentratie, Ebbing. Ja, goal! Utrecht wint de Champions League. Wat een feest, wat een sensatie. En dan gaan helemaal uit hun dak. De Utrecht-spelers worden helemaal gek. Ebbing is de held. Ebbing is de held. Ebbing, daar gaat hij. Ebbing met de winnende goal. Geweldig. Utrecht wint de Champions League. Ongelooflijk!